Afgelopen dinsdag hebben we met het panel wijn geproefd van het zuidelijk halfrond en wel Chardonnays. Een hele mooie proeverij, waar ook een aantal heel mooie wijnen, bijzondere wijnen op tafel staan. Wat het panel vooral opviel is dat Chardonnay van het zuidelijk halfrond landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Zuid-Afrika, dat de wijnen heel gevarieerd van karakter zijn geworden. Veel minder koekoek één deun dan vroeger. In het verleden waren de wijnen vaak heel erg vet en internationaal met veel hout. Die stijl is eigenlijk helemaal verlaten en er is meer op zuren en terroir gefocust. Er springen altijd een paar wijnen uit. We vonden een paar hele leuke wijnen in Australië, zoals de Giant Steps uit Yarra Valley, een cool gebied in Australië, ingezonden door Moritz Peters van Wijnhandel Peters. Laat zien dat zeker Australië, waar je vroeger alleen maar die hele vette wijnen vandaan kreeg, hele goede zuren hebben, mooie wijnen maken tegenwoordig. Waren twee verschillende wijngaarden, allebei interessante, bijzondere wijnen. Philip Shaw, nee, dat is de verkeerde fles. We hadden een wijn van grote hoogte, Philip Shaw. Een wijn van een wijngaard op 900 meter hoogte in Orange. Dus ook in Australië zie je dat de tendens om Chardonnay van veel hogere wijngaarden te halen. 11,5% alcohol, dus heel weinig alcohol en heel veel smaak. Heel bijzonder om dat uit Australië te mogen proeven. Nieuw-Zeeland heeft mooie dingen. Zoals van Bloems hadden we deze wijn, Onsfield uit Marlborough. Een koele streek waar veel Sauvignon vandaan komt, maar de Chardonnay is wel zo interessant. Een wijn van 1595 voor wat je betaalt. Een hele, hele mooie wijn, heel interessant. Komt allemaal in het volgende nummer van Perswijn te staan. Zuid-Afrika heeft mooie wijnen. De Morgenzon bijvoorbeeld van Genereux. Een van de beste witte wijnmakers van Zuid-Afrika. Ook een wijn met veel kracht, maar ook mooie zuren, goede balans. Zodat we bij elkaar een geweldige proeverij hadden. Ook Zuid-Afrikaanse wijnen van Newton Johnson uit de Hemel en Aarde Valley. Ook een coole streek. Dus je ziet steeds meer wijnen met mooie zuren en mooie balans van de landen uit het zuidelijk halfrond komen. En allemaal in het volgende nummer van Perswijn, nummer 4. Proef ze.